ook een bamboestok met een kogel. Griep me aan. Oh. Dan gaat hij de eerste kogel. Kijk, daar is het. Ja. Abbouw voor de tijd van de paard. Hij heeft een absolute vierhandstand. En dit brengt alles waar voor zijn geld. En vooral als het gaat om titel Nederlands kampioenschap Highland Games. Ooit in 85, 1985. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Oh. Ja, zeker. Ja, zeker. En hoe? En het gaat de volgende schoenen. Wat belooft het zometeen voor de speciale vorm van Jan van Bosch? En ik ga. Wat wil ik niet afzetten? Nee. In de taal. Oh, jongen, denk dan maar weer in. Die is niet aan. Oh, het valt mee, hij heeft de richting wel. Toch ook applaus voor Simon Sikkers, want we hoort het gewoon bij dit soort wedstrijden. En dan krijgen we nu dan de andere klassementsleider, Hotelstra. Heeft ook zijn voetbalkick staan, ook geen speciale zonne. Maar dat is wel weer iemand die wel weer het onderdeel beheerst. Een afgelopen zomer, een aantal weken in Schotland geweest. En in al die wedstrijden heeft dit onderdeel gewicht ook mooi gewonnen. En dat krijgen we straks nog. Maar het record van Hooggooien staat op naam van Ted van der Parre. Dit record is in handen van. Ja, nou! Ja, kijk eens, kijk eens! Kijk eens! Oh, ja, ja! Verdedigt hij de familiekleur. Oh, handvast dat ding. Paul Telsen neemt deel in een Commonwealth Shield. Goh, dat is een boven de Telsen. Groot applaus voor de reus van achteren. Laat ik even zeggen, dit is een andere Shield-Jalling aan heeft. Verder heeft Paul Telsen, daar is de Commonwealth Shield aan. Van de zonder in de schulden voor Engelstalige landen. En met name een Josh Kate, wil ik een van de weinig aanleden die de Royal Shield draagt. De Royal Shield, die was een uitstrijd aan door de volgende drie. Dit is Queen Elizabeth. En die heeft gezegd van. Het is meer om zelfs dat hij de familiekleuren verdedigt. Wij dragen allemaal verder geen aankeels. Dat gaat wel afvallen gemaakt voor zijn eerste poging. Kijk eens even. Ja, daar hoor. Applaus voor Gerlof Hoogma. Hij kwam niet helemaal. Hij kijkt niet tevreden, maar hij is goed. En ik zou graag in deze tower even bij aan wie aan de leiding gaat. En kom op, Ted! Hop! Nee. Ik weet het, ik kan het hier vandaag absoluut niet. Nee, hij is niet verder naar zijn eerste poging. Hij is niet verder naar zijn eerste poging. Nee. Zal ik eens kijken? Oh, hij is wel verder. Wel. Kan ik het even voor die overnemen? Oh. Hij gaat het zelf. Ja, applaus om weer voor Jolly van de Bos. Hij is helemaal laatst op de rood verdedigd, maar hij komt in de buurt. Die derde is helaas verworven. Dat gaan we nog ontspannen. Helemaal vallen van eerst op voor zijn tweede worp. Oh, jammer. Prima worp. Geen worp. Hij is voorgestapt, hij is uitgestapt helaas. Ik zeg al van Klozen, drie worp voor Stella Volkma. En we krijgen de laatste serie, de derde. De derde laatste. De man die het volk gooien beheert. Kom op, Jan. De kracht met de pas. Heel hoog.
Hij komt er in de buurt. Applaus voor Ted van de Park en de laatste man. De man die, zoals ik heb gezegd, over twee weken een gooi gaat doen naar de titelsterkste man van de wereld. Billy Veenberg. Ja, veel kracht. Schitter. Ik kan het hier vandaan niet zien, maar hij gaat er in ieder geval verder het wit. Prima, Rudy. Applaus weer voor Simon Tegen. Volg op reden dan zonder te heren. Ik vind het prima hoor. Hotel te nemen is de laatste warm. Het Nederlandse kort zit erin natuurlijk. Nou die vlaag, kom op. Daar gaat ie. Hey, kom op. Die zijn er. Hallo jongen. Daar gaat er niet alleen. Hang in op. Hang in op pad. Ja! Kijk eens, Svendsen denkt er aan. Hij is in de sector. Een hele beste warm. Maar hij is minder dan zijn de tweede boven. Maar hij gaat er alleen. Gerrit Knaam, Kortelman nog. En dan Charlie van der Bos en Gerlof hadden gemaakt. En dan is ook dit onderdeel van de verleden tijd. Maar snel uit. Kom op, Gerrit. Snel, kom. Anders zet ik uit. Ook een applaus voor Gerrit Wouteraar. Hij blijft niet nog achter bij de klappers, maar dat is zeker geen schande. Het wachten is natuurlijk op Jan van der Bos, de Nederlandse recordhouder. 34-22, ooit in Kilburn in Schotland gevechten, 2 jaar geleden. Het onderdeel hierna, na een korte pauze, is het paalwerpen. Dan liggen deze jongens voor klaar op een hele speciale techniek. Jan, ik heb weer prachtig kunnen zien. Hij is van de grond in. Die alles eruit geweten in die laatste worp. Zal het voor hetzelfde voor u erin dichtmaken. Pak je de maximale punt op dit onderdeel? Of niet? Daar gaat het. Ik ben ze maar dat een minuutschuurtje in handen sturen. En dan nog los? Nee. Applaus voor Jelling van de Bosse, reus van achter. En druk het. En je hebt niet één grond in je blazen pakken. En laat geen landbolletje van af. Wellicht zal hij voor een verrassing, maar dat er... Gerlof Valkema is de laatste. Oh, shit. Kijk eens. Het loopt prima. Applaus toch voor Gerlof Valkema, ongeacht deze poging. Applaus ook voor de deelnemers. Dit was het derde onderdeel. Wij gaan meten en komen zometeen bij u terug.